Hallo allemaal, Marga hier. Vandaag ga ik weer spelen met mijn Lavinia stempels en dan neem ik jullie even mee. Ik hoop dat ik in het midden blijf, dus ik heb nu mijn craftmat hier neergelegd, zodat ik probeer toch in het midden te blijven. Dan denk eraan dat ik een stukje keukenrol vergeten ben te pakken, maar dan ga ik even snel doen. Hè? Zo, zet ik even hiernaar neer. Ik heb mijn stempelloop al klaar. De eerste stempel die ik ga gebruiken is de Shanti, de LAV 502 Shanti, het mooie huis. Dus de eerste keer dat ik hem gebruik. Kijk, deze even wat vast te leggen. Er zit een sticky grid van Sissek zit eronder. Even kijken, want dan ga ik even ook meteen de volgende stempel erbij leggen, de Fairy Pot. LAV 246, om te kijken hoe dat die uitkomt. Ik wil hem niet helemaal naar beneden toe hebben. Dus dan mag die eigenlijk nog een heel klein stukje hoger. Ik ben een beetje buiten beeld, of ja, tenminste ver van me af aan het werken. Dus ook een beetje kijken of het een beetje recht ligt. Zo, ja. Nou, ik ga vandaag niet met de Nocturne van Verve van Clair alles stempelen, maar ik ga ook een gedeelte stempelen met de Verve van Clair Pinecone. Dat is een bruine. Wel een donkerbruine, maar het is een bruine. Je kunt ook kiezen om nog lichtere kleur te pakken. Maar ik dacht, weet je, ik laat eens een keer een donkere pakken. Donkerbruine. Papier wat ik gebruik is trouwens, kan ik al meteen zien waar ik niet, Strathmore Mix Media papier. En mijn tafel loopt een beetje zo. Dus altijd in het midden heb ik dan wat problemen met de druk van de stempel. Maar hij is goed. Hij is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Even nog een doekje pakken. Spreek hem even in. Ik maak hem meteen schoon. De Lavinia stempels zijn zo gedetailleerd. Die wil ik echt gewoon meteen schoonmaken. Anders dan blijft er inkt tussen zitten. En dan stempelt hij de gedetailleerde lijnen op een gegeven moment niet meer mooi. Kijk, het is wel heel donkerbruin, hè. Kijk niet zo heel veel van zwart af. Nou, dan ga ik nu de pad pakken. De pad moet ik echt er tegenaan leggen. Zo. Voor de voordeur. Vandaag ga ik ook niet werken met de inkt van de vinger, de Element inkt. Ik ga werken met de Distress inkt verder. En met de Verve van Clair, maar dat doe ik omdat ik het hier wel aan te vast is. Kijk, meteen goed. Deze maak ik meteen schoon. En die heb ik al heel vaak gebruikt, deze. Dus daar zie je al gebruikssporen van. Kijken. En dan ga ik beginnen met de elfjes. Die had ik ook al klaar liggen. En dat is de Small Pixies, de LAV 204. Die wilde ik erbij hebben. Die ga ik wel in het zwart doen. Nog wel een beetje hier, denk ik. Dan heb ik ook nog wat takjes erbij. Ik wilde er wel inkt op gaan duwen, maar dat is natuurlijk nog niet. Nou, die ene is nog niet helemaal zwart, dus doe ik ze even allebei nog een keer.
moet echt diep zwart zijn. Nu kun je denk ik het verschil al zien. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet even gaan staan om te kijken of dat het inderdaad te zien is. Nou, bijna niet, zie ik wel. Het is bijna niet te zien dat ik hier bruin heb gebruikt. En daar dus had ik eigenlijk misschien nog een tint lichter moeten pakken. Ik zal het meteen terug op plastic. Even kijken, dan had ik ook nog een hele hoop beestjes klaargelegd. Muisjes en een egeltje. En ik had nog iets meer. Volgens mij en een konijntje. Maar die vind ik eigenlijk aan de grote kant. Ik wil eigenlijk kleintjes hebben. Of nee, wist hij niet. Ja, hij is best aan de grote kant. Dus dan ga ik even zoeken naar. Die heb ik hier bij hand. Een haasje, denk ik. Ja. Ik wil iets hebben wat die kant op kijkt. En als je, zoals je ziet, de maasjes kijken allemaal die kant op. En ja, ik wil ook iets hebben wat naar die kant kijkt. Dus. En ik heb een egeltje hier. Nou, dan begin ik eerst met het haasje. En het haasje zet ik ongeveer op gelijke hoogte hier met die, met de rand van het huisje. Ik heb hier geen proefstuk van gemaakt. Dit ga ik dus gewoon zo nu doen. Zoals ik in mijn hoofd heb. Doe ik ook weer met zwart. Ik hoop dat ik genoeg water in mijn flesje heb zitten om alle stempels schoon te maken. Ik heb niet aan gedacht. Meestal doe ik dat allemaal van tevoren bekijken. Maar... mijn plastic van mijn haasje dat scheurt al. Zo. Even kijken, dan heb ik hier een muisje. En dat is de Tree Woodland Mice LAV402. Even kijken, ik vind deze ook wel weer leuk. En die staande. Even kijken, die hier. Dan pak ik ook even meteen het egeltje. Kijken waar ik het egeltje kan plaatsen. Ik wil ook nog een beetje ruimte hebben om... wat takjes staan op de neer te zetten. Het egeltje hier dan. Deze is hoger. Of meer aan de zijkant. Zo. Het egeltje meer hier. Dat kan ook nog. Ik zit te twijfelen of ik het egeltje er wel bij zal doen. Want ik wil wat ruimte hebben voor takjes. Dus dat doet het egeltje niet. Het egeltje gaat vandaag niet erbij. Of ik doe het andersom en ik pak het egeltje in plaats van het muisje. Misschien ook een keer leuk. Zo. Die doe ik ook weer met zwart. Dan zullen jullie denken van, ze heeft het allemaal hier in een ronde gemaakt. Maar dat komt dadelijk. Nadat ik de achtergrond gemaakt heb, komen er nog takjes en zo. Maar ik wil eerst nu de achtergrond gaan maken. Dit even een beetje verder wegschuiven. Maar daar heb ik de stempel ook niet voor nodig.
Dus die ga ik weer even opruimen nu. Zo. Want ik ga nu eerst beginnen met de achtergrond. Een beetje ruimte maken. Nou, wat gebruik ik nu voor de achtergrond? Voor de achtergrond gebruik ik de stress inkt. Ik heb van die leuke bakjes met refills erin zitten. Je kunt dus ook gewoon met je distress inkt de inkpads gebruiken. Maar omdat ik deze heb, ga ik deze dus gebruiken. Dus even kijken. Een beetje aan de kant leggen. Een beetje kijken of hij het nou doet. Ja. Ja, sorry, er zit echt een kikker in mijn keel. Ik ben er met blauw begonnen, dat had ik beter niet kunnen doen. Ik ga even met groen beginnen. Dus ik ruim een bakje even op. Even kijken. Mijn keukenpapiertje in aanslag. En dan ga ik beginnen met peel paint. En langs die rand hier ga ik en dan was ik goed uit tot ik bijna niks meer zie. Deze kant ook doen. Dan kan ik beter mijn werk even draaien, want dan gaat het wat gemakkelijker. Kijk, dan ga ik ook onder die haas. Ik dacht, laat ik een keer anders doen dan altijd de elements in te pakken of te. Want de meeste mensen hebben deze inkt wel in huis. En dan ga ik even een grotere penseel pakken. Hier dat nog niet helemaal gedaan, zie ik. Water erbij. Nog een keer wat. Veel paint aan deze kant. Als je dit eng vindt net langs die rand, dan moet je gewoon eerst die rand helemaal doen met het kleine penseel. Over de egel, dat mag ook gewoon. Dit is 300 gram papier, dus ik kan echt wel wat water hebben. Even kijken, ik pak hieronder een beetje forest moss. Dat hij een beetje donkerder wordt. Dan draai ik hem weer om. Dan ga ik even kijken wat ik.
En als het een beetje vlekkerig is, niet bang zijn. Want dat maakt nog niet zoveel uit. Want er komt straks ook nog van alles overheen. Ik probeer dat wel zo min mogelijk te doen. Dus ik was die vlekken ook wel een beetje uit zo. En dan ga ik een beetje naar de... Moet ik even kijken. Tinten Lucky Clover, ja. Een beetje van dat, ja, blauwgroen. Ik moet wel de goede blijven pakken. Ik zie dat ik hier elke keer ergens in het groen ga zitten. Komt misschien omdat die mat een beetje afgeeft nog. Nou, even kijken wat voor blauw zullen wij gaan pakken. Ga ik toch ook naar de andere kant. En dan begin ik met de Ice Sponge. Dat is een beetje grijs. Maak hem een beetje nat. Oh, nou weet ik het. Ik heb het groen op mijn vingers zitten, zie je? Die kant ook nog een beetje. Armanden rammelen een beetje, die ben ik vergeten uit te doen. Zo. En dan ga ik naar de blauw, even kijken. Stomme Sky is misschien in één keer te. Maar ik ga toch even. Ik ga hem toch pakken. Nou, dat gaat wel. Ik doe hem ook niet zo strak, zeg maar, want ik wil een beetje, ja, wolkjes. Het lijkt een beetje op wolkjes. Als het niet zo strak doet. Dit is te donker, maar dan was ik dan ook weer meteen weg. Zo. Ik zat er net aan te denken, ik ben elke bang dat het donker is, maar in het beeld is vaak dan nog te licht. Dus ik pak gewoon toch iets wat donkerder. Zodat jullie het ook wel beter kunnen zien. Nou, dan was het dan ook weer helemaal naar beneden.
probeer het niet met mijn vingers te pakken, want u krijgt dan vlekken. Komt je vingers natuurlijk overal ingezeten hebben nu. Meer. Nou, ik zei een beetje meer. Nou, dit kun je dus ook echt doen met je kussens, hè? Dan heb je gewoon je kussens op je craft sheet en dan ga je het zo kleur geven. Dan zet je het hier op en dan haal je daar de verf vanaf, bedoel ik. Even kijken. Ja, ik mis nog een beetje geel. Een beetje gloed. Kijk, zie je? Hier, dat is de. Dat was niet de bedoeling. Dat is groene. Ik kan nog een beetje weghalen. Maar. Dus even kijken. Dan pak ik even de mustard seed. Dan heb ik hier nog een beetje. Beetje zijn, niet te veel. Gloed brengen zo. Dan was ik een beetje uit naar boven. Ook aan de andere kant ook. Kijk, dan was ik meteen maar even mijn. Groen er meteen mee weg. En dat lijkt ergens op te lijken. Zo. Ik ga hem even droogblazen. Dus sorry voor de herrie, maar ik moet hem even droogblazen nu. Voordat ik verder ga. Nu is hij wel helemaal gekreukeld, zeg maar. Maar weet je wat ik dan altijd doe? Als ik klaar ben en het is nog niet strak genoeg, zeg maar. Meestal wordt het wel weer strak. Dan strijk ik hem. Dan strijk ik hem aan de achterkant. Pas vroeg er iemand van, hoe krijg je dat zo glad? Nou, dan strijk ik hem gewoon aan de achterkant met een strijkbout. Nou, nou wil ik ook nog wat meer schaduw hier hebben. Dus dat ga ik weer met een kleine penseeltje doen. Even kijken. Ik pak hier eerst even de Forest Moss. Het nadeel van een video maken is altijd dat je denkt dat het snel moet. En omdat Lavinia best wel altijd lang duurt, ga je eigenlijk te haastig werken. Ja.
En dat is dan eigenlijk weer niet goed, maar je wil ook niet mensen. Mensen blijven gewoon bijna, er is bijna niemand die echt altijd een uur afkijkt. Tenminste, als je naar de statistieken van YouTube kijkt, dan als ik dan zie wat de gemiddelde kijkduur is, dan is dat gewoon geen uur. Maar ja, je kunt het gewoon niet korter. Dit duurt nou eenmaal zo lang. Te veel op mijn penseel heb zitten, dan veeg ik tussendoor gewoon af van mijn tissue dat ik in mijn handen heb. Dan wil ik hier deze rand, die wil ik ook nog wel wat meer aanzetten. Kijk, dan heb ik ook meteen het haasje te pakken. Die heb ik wel op de goede stand gezet hier. Zo. Even nog onder de egel. Beetje schaduw maken. Eens even kijken, en dan wat zal ik langs het huisje gaan gebruiken? Ik denk dat die nog wat licht doen met de mustard seed. Even nog wat meer het randje aanzetten hier. Hieronder, zo. Ook aan de andere kant dan ook. Kijk, hier heb ik geen blauw, dus ze valt gewoon heel erg op. Even kijken. Blauw. We hadden Stormy Sky. Ik pak een heel klein beetje Stormy Sky hier tussen. Zal jullie misschien niet opgevallen zijn, maar mij viel het wel heel erg op. Even spieken hoe dat eruit ziet, ja. Nou ga ik inkleuren. Dit ga ik alvast inkleuren. Even kijken. Dan gaan we naar de bruine kant toe. Even kijken. Vindersfoto vind ik net te donker. Pak weer even een slokje drinken. Die daar is misschien wel mooi. Dan begin ik hier in de hoek van het huisje. En dan was ik naar binnen. Kijk, je ziet aan de rand, zie je, is het sowieso donkerder. Hè? In het midden is het altijd wel lichter. Dan zie je hier ook, hier hebben ze echt heel veel zwarte, of ja, in mijn geval een donkerbruine puntjes gezet. Hier ook. Nou, dat geeft aan waar het donkerste is, waar de schaduw zit, zeg maar.
Kijk, en dan was het er naar het midden toe uit. Net wat lichter. Ik doe dat aan de andere kant ook. Dus ga eerst langs die rand. En dan was ik dat naar binnen wat uit. En ik doe het altijd met ronddraaiende bewegingen. En als je zegt, nou ik vind het niet donker genoeg, dan doe je het nog een keer. Vooral langs de rand wil ik hem heel erg donker hebben. Zo. Nou, dan ga ik naar beneden. Pak ik die tegeltjes of die stenen ook meteen. Wel goed dat ik dat matje neergelegd heb, want anders had ik niet meer geweten dat ik in het midden moet blijven. En ik blijf gewoon nu dezelfde kleur gebruiken, dus het is allemaal tie-dye. Dan wordt hij hier weer wat donkerder. Langs de kant. Kijk, het kleurt heel mooi fel als je het erop brengt, maar het droogt toch wat doffer op. Zo. Even kijken, dan zal ik deze stenen muur. Dus die donkere stenen, zeg maar, die maak ik. Ja, zal ik die nu lichter maken of zal ik die nu donkerder maken? Ik heb een beetje van dat ijsprutsje gebruikt. Misschien is dat wel leuk om die hiervoor te gebruiken. Heb je toch een kleur? Dat doe ik dan ook met die rand in het ijsje. En ook bij deze rand bij de deur zie ik, ongeveer dezelfde rand. Oh, het is te donker. Ja,
even schoonmaken. Dan pak ik even wat weg. Kijk. Zodat het toch weer lichter is. En dan maak ik de raampjes. Even kijken. Tumbled glass gebruik ik daarvoor. Dan heb je eigenlijk al genoeg aan je penseel zitten. Zo weinig nodig. Ik wil ook niet hebben dat ze helemaal blauw zijn, dus dat er ook nog een beetje licht in zit. Even kijken, double glass. Een beetje in die hoekjes. En hoe maak ik de kleur de deur nu? Even kijken. Ik denk dat ik de deur ook groen maak. Want ik ga het dak ook groen maken. Maar ik ga eerst deze boomstam. Want dit is een boomstam die tegen het huis aan zit. En dan zie je hier de, ja, de, hoe noemen ze dat? Takken. Die ga ik dus wat donkerder maken. Dan pak ik dan wel de vintage foto voor. Kijk, nu begint hij beneden. Zit net tegen, tegen het huis aan. Even de onderste rand hiermee. Zo. Doe ik aan de andere kant precies hetzelfde. Ik heb elke keer het idee dat ik met mijn hoofd in de camera hang. En dan ga ik de groen. Dit is dus eigenlijk ook een boom, hè? Dat ga ik dus groen maken. En dan pak ik toch een peel paint. En dan doe ik dadelijk wel kijken wat voor. Zodat ik er nog iets van schaduw in doe. Ik vind het ook het mooiste om altijd een beetje in dezelfde kleurtinten te blijven werken. En die peel paint heb ik natuurlijk beneden ook al gebruikt. Oh, that's too much. Laat ik even drogen en dan doe ik even de deur. Zo. Dan zie ik dat hieronder nog wat bruin mag. Dan ga ik terug naar de wintersfoto. Trek ik dan hier even door. Zo. En hier tussen zie ik dus ook dat het nu wit is. Hè? Dat, ja, dat is wel te wit. Dus dan gaan we even terug naar die Stormy Sky. En nu heb ik te veel, denk ik. Ja, zie je.
Dit is weer net te weinig. Ik had net iets te veel, maar nu te weinig. Nu laat ik hier dan tussendoor komen, want dat is dus de lucht. Je kunt beter een keer vaker aanzetten dan dat je het meteen heel erg donker doet. Zo. Nu merk ik dat ik hier vind dat ik daar te weinig kleurverloop in heb. Dus wat doe ik? Ik ga ook nog die Stormy Sky in een randje hieronder tegenaan zetten. Dat moet meestal wel vlug zijn. En dan was ik het een beetje uit. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Het verschil, zeg maar. De andere kant nog iets meer. Dus dan zet ik hier gewoon een randje Stormy Sky. En dan was ik dat uit. Zo. Dat geeft wel een mooi effect. Het is misschien wat lastiger te zien voor jullie. Ik ga dat ook hierboven doen. Gewoon een randje. Ik ben natuurlijk meteen veel te voorzichtig. Zo, poets ik hem af. Dan was ik hem een beetje uit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien hoor. Het is lastig. Dat ga ik beneden ook even doen. Een beetje groen tussen. Nou. Dat hart, dat maak ik blauw. Er zit hier een hart in. Dat maak ik blauw met Stormy Sky. Ik ga even staan en ga ik even in beeld kijken, want dan kan ik het eigenlijk het beste zien. Ja, daar ben ik wel tevreden over. Nou, dan ga ik de pad doen. En de pad, dan gaan we weer naar de bruine toe. En dan pak ik dan de vintage foto voor. Hier wat donkerder nog, dat is nog te licht. Ik begin met de donkere, hier beneden. Kijk, hier in het hoekje zitten ook weer veel stippeltjes. En dan was ik dat uit naar het midden. En dan zie je in het midden dat het wat lichter blijft. Zie je? Hier is het wat donkerder, daar is het wat donkerder, hier is het wat lichter. En dan gaat bij die grote stenen gaat dat vrij goed, maar bij die kleine steentjes natuurlijk wat minder. Heb je te veel op je penseel, dan veeg je het af voor je uit gaat wassen. Kijk, want dan hou je toch nog dat lichte gedeelte erin. Ook weer te veel, dus ik veeg het gewoon af. Nou, nu hoor ik of een ambulance of een brandweer. Ik kan me nooit onthouden wat is. Ik pak even de tweede er ook meteen bij, want ik heb zoveel op mijn penseel zitten dat dat wel kan. Dat is meestal een goed teken hè, als je iets van een sirene hoort.
Nou, deze zijn zo klein, die kun je naast geen schaduw in krijgen. Dus die maak ik wat donkerder. Dan heb je hieronder nog wat steentjes. Hier nog. Die maak ik gewoon met de vintage foto. Geef het die wat kleur. Kijk, dan heb ik alles ingekleurd. Maar ja, nu is die nog wel wat saai, hè? Dus dan ga ik even mijn stempel overpakken. Zal ik het zo doen? Nou, hij is... Kijk, dan zet hij een beetje... Het is niet zo plat, hè? Dus dan is het misschien wel makkelijker. Ja, het is helemaal niet makkelijk met stempel ook nu. Want, even kijken. Eerst bovenaan beginnen. Even kijken, deze tap. Even kijken of dat je op mijn acrylblok past. Dat is de Cherry Blossom, de LAV 175. Oh, die had ik al bovenop gelegd. Kijken of dat je op deze past. En dan past hij mooi precies op. Ja, die ga ik weer met zwart stempelen. Dus met de Very Fine Clair Nocturne. Dan pak ik hem even deze kant, want dat is makkelijker, denk ik. Even in tijd geven om in te laten werken, vooral als je het met een acrylblok doet. Kijk, super. Zo goed. Even kijken, moet die dat weet dat? Die fairy moet ik niet raken, dus. Vind ik hem eigenlijk druk genoeg. Ik dacht eerst nog een beetje hier aan de zijkant. Dat zou nog gaan. Maar ik ga eens even kijken. Dan pak ik hem toch wel even zo. Nee, want dan... Wacht. Zo, nog een klein beetje. Dan ga ik wel even eerst even al het zwart hiervan afhalen. Eerst de stempel. Dit hier. Dat is één. Nou, die kant is... En dan wil ik hieronder wat... Even kijken, dan had ik verschillende takjes. Dat had ik niet. Dit heb ik. Dit. Deze. Ook wel erg leuk. Ik vond deze nieuwe eigenlijk ook wel erg mooi. Ik ga voor deze eerst beginnen. De open dandelion. Open dandelion, die doe ik met groen stempelen. Even kijken.
Dat is de shade 1. Bij, denk ik. Die zetten we dan wat lager. Doe dat aan de andere kant ook nog. Ze mogen eigenlijk, hij mag van mij wel, deze mag wel een beetje uitsteken. Zo. En dan is natuurlijk die tak niet lang genoeg. Dan ga ik die even langer maken. Zo. Kijk. Zo. Die je misschien ook nog eentje kunnen doen. Ja, ik ga er daar ook nog eentje doen. Die wat hoger zit. Dan gaan we gewoon hetzelfde trucje doen als net. Kijk. Zo. Die is niet helemaal correct, maar goed, dat zien we dadelijk niet meer. In het begin dacht ik van, oh, nou gaat het helemaal mis. En nu weet ik dat dat niet zo is, want je kunt het heel makkelijk weer oplossen. Maar deze gaat er niet in. Deze wel heel erg leuk is, maar ik had ook nog kleintjes ergens. Even kijken, oh ja. Deze. Dan zal ik eerst met de grote beginnen. Dat is de Wildflower Lavinia 188. Even kijken, en ik denk dat ik die een lekker fel kleurtje geef. Kijk. Wauw. Ja, die doe ik aan deze kant ook. Dan ga ik een beetje buiten de rand. Kijk, je hoeft niet de hele stempel te gebruiken, hè? Dat zie je wel nu. Kijk, hier nog ergens eentje. Hier nog een klein stukje. De deksel van die en de deksel van die even terugzetten. Dus even kijken of mijn video nog loopt. Ik ben alweer bijna een uur bezig. Even kijken, zal ik dan dezelfde pakken of zal ik die andere pakken? Nee, ik pak de andere. Waar is dat zakje van? En deze hier. Zo. Deze zijn ook heel erg leuk. Dit is weer een kleinere versie van, zeg maar. Misschien ook een kleiner acrylbakje pakken. Nee, dat is net te klein. En dan een ander kleurtje. Misschien wel leuk is, om blauw te pakken. Dat we hiermee komen. Lijkt niet er tussendoor.
zo. Je moet een andere. Of maar eentje, dat kan ook. Wacht, dan maak ik hem even helemaal schoon. Dan doe ik alleen maar de helft van die bloemen. Dan moet ik hem wel even droog maken. Zo. Dan doe ik alleen maar de ene helft inkten. Kijk, dat kan ook nog. Ik wil er hier nog eentje tussendoor hebben. Zo. Misschien daar ook nog eentje. En daar ook nog eentje. Maar dan pak ik denk de kleine. Doe ik het net andersom. Maak ik deze weer schoon. En dan pak ik het kleinste. Dat moet even meteen schoonmaken. Kijk, dan pak ik het kleine gedeelte. Zo. Andere kant ook nog. Een klein stukje. Had ik ook nog splitjes. Splitjes had ik al. Moet ik wel even het zakje hierbij doen, anders weet ik daar echt niet meer. Dit zijn de Flora Set LAV698. En dan wil ik deze splitjes hebben. Die zijn heel leuk om er tussendoor te zetten. Dan zit ik alleen even te bedenken welke kleur ik die zal pakken. Misschien gewoon groen. Denk gewoon groen. Kijk, die vult het dan weer mooi op. Even hier beneden ook een klein stukje. Zo. Nou, het begint langzamerhand gewoon mooi te worden. Even kijken. Iets aan de kant leggen. Even hier wat schoonmaken. Zo. Nou ga ik hem even drogen. Waarom ga ik hem even drogen? Omdat ik met postkast eroverheen ga en met gelpen. En dan ga je postkast gaan eigenlijk aan kort. In principe moet je nu 24 uur wachten. Dat is het beste voor je postkast. Maar dat geduld heb ik niet. Ik zit ook in de live. Dus ook dat is niet handig. Dus vandaar dat ik nu even ga drogen. Het is een beetje herrie. Dat wil niet zeggen dat je dan het probleem opgelost hebt. Want in principe is het gewoon zo dat ik echt 24 uur moet drogen. En voor mijn idee, zeg maar, helpt het toch wel een beetje als je dan de heat tool gebruikt. Ik krijg hem ook niet meer strak, hè? Dus het is echt wat een bobbeltje, maar dat geeft niks. Dat gaat allemaal goed komen. Even kijken, dan had ik van de week had ik een leuke kleurencombinatie in. Volgens mij deze drie, want ik weet niet zeker meer. Ja.
Ik heb hier drie zichtclean colors. Daar ga ik deze bolletjes mee doen. En die maak ik eerst helemaal geel. Dan zet ik onderaan een beetje oranje. Ja, dat was de oranje. Ik denk dat ik vorige keer toch iets een lichtere heb gehad, maar dan een heel klein beetje donker, nog donkerder. Dan pak ik mijn gele weer. En dan was ik dat eigenlijk een beetje uit. Eigenlijk moet je het één voor één doen, want het trekt natuurlijk in het papier. En dan kun je het niet zo heel goed mee uitwassen, maar daar had ik er even niet aan gedacht. Maar het lukt nog. Zo. Kijk, het geeft al meteen een hele mooie kleur aan, hè. Kijk, heb je het al kunnen zien? Ja. Nou, we hebben deze twee ook. Je kunt eerst ook de vakjes nog lichter maken door het even met water de inkt weg te pakken. De inkt die eronder zit, dat is natuurlijk op waterbasis, want dat is stressinkt. Maar ik vind nu ook nog genoeg kleur afgeven. Zo. Deze kleurencombinatie is ook wel heel erg leuk. Even kijken, die bloemetjes die wil ik eigenlijk misschien ook wel geel. Dat is misschien ook wel erg leuk. Is dat net te licht? Op dat blauw? Nou, gaat nog wel. Kijk, de grotere die. Dit duurt even, helaas. Het zijn best wel wat bloemetjes. Maar ik kan ook de andere helft van de bloemetjes buiten beeld dadelijk doen. Zo. Dan ga ik in het midden van die bloemetjes ga ik even een klein beetje een oranje puntje zetten. Kun je ook andersom doen. Dan eerst het oranje puntje zetten en dan het geel. En dan wordt het ook een beetje meer oranje in plaats van geel. Kijk of je het goed ziet, ja. Ik ga die andere helft ga ik dadelijk buiten beeld doen, want anders dan duurt het echt veel te lang. Even kijken, dan heb ik. Ik ga beginnen met mijn witte Posca. En mijn waterpenseel. Schoonmaken. Ook heel fijntjes. Heel fijntjes zijn, maar wel te veel.
9 tot 11 weer wat schaduw geven. Zo. Doe ik ook weer dit elfje. Zo, nou dan met het haasje. Oortjes. Zo, nee, toch zo draaien. Die had ik. Die is al snel droog. Kijk, dat krijg ik niet meer weggewassen, bijna niet. Nou, ik win het nog. Ik win het nog. Je moet niet een te groot stuk tegelijk, twee stukken tegelijk willen doen, want dat gaat dus niet. Zo. Nou, het egeltje, daar zet ik eigenlijk gewoon hele kleine puntjes in. Probeer hele kleine puntjes erin te zetten. En dan doe ik een beetje, zeg maar sprietjes, tussen sprietjes ook wat te doen. Zo. Even kijken, die heb ik gedaan. Nou, dan begin ik bovenaan. En dan begin ik hier overal waar die spikkels hebben, begin ik met wit. En dan ook hier naar beneden. Doe ik ook aan deze kant. Oh, ik zie dat ik de kachelpijp nog niet gekleurd heb. Dat is het witte gedeelte. Maar dat vind ik te saai, dus ik ga er nog wat kleurtjes bij doen. Hè. Ik heb hier verschillende kleuren neergelegd. Maar we gaan beginnen met blauw. Dat is een nieuwe. Kun je merken? Daar komt in één keer klets zo'n vlek. Een beetje op de kleuren gebruiken die je erin gebruikt hebt. Dat is altijd wel het mooiste. Pak ik nu geel of pak ik nu oranje? Ik denk dat ik oranje pak. Dat hier mooi naar oranje terugkomt.
Zo. Dan hebben we hieronder ook nog allemaal van die pukkeltjes. Van die puntjes. Die je inmiddels niet meer zo ziet, omdat ik het natuurlijk vrij donker heb gemaakt. Maar ze zijn er wel. Dan doe ik hem even een stukje verder door. Ook weer de blauwe. Zo. Nou, dan heb ik de witte. Die ga ik her en der hier tussendoor ook nog doen. Hier nog een paar. En dan ga ik die hier in de bloemen nog wat zetten. Zodat die bloemen ook wat meer opfleuren. En ik denk dat ik het tussendoor nog wat zet. Misschien ook nog wat. Dan doe ik dat ook met die blauwe. Ook nog even met de oranje. Vind ik hem nou genoeg? Ja, ik denk niet dat ik er meer aan moet gaan doen. Misschien nog een beetje hier wat wit en wat uitwassen. Zo. Weet je, je kunt echt hier wel uren mee blijven spelen. Waarom kun je Posca uitwassen? Het is acrylverf, hè? Posca. Ja, nog eentje. Ja, ik zie steeds meer, hoor. Dan denk ik van, oh, dat is ook wel leuk. Zo. Ik zit nog even hier, of dat ik hier nog iets bij zal doen. Wat ik zou kunnen doen is wat bloemetjes maken. Maar ik denk dat ik het zo laat. Ja, ik denk dat ik het zo laat. Ik ga die bloemen nog afmaken hierboven.
En misschien zet ik daar ook nog wel witte puntjes bij, maar dat doe ik pas als het klaar is. Maar ik even kijken wat jullie zien. Oh ja. Nou, het is al een uur en een kwartier, dus dat is lang genoeg. Ik maak hem echt buiten beeld af, maar dat is dan niks aparts. En dan, ja, dank ik jullie weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!